Hallo en bedankt voor het kijken naar deze video. Mijn naam is Hendrik Liewes en ik ben verkoopadviseur in ons familiebedrijf Opeldier Liewes & Roden. In deze video ga ik u meer uitleg geven over de automaat en de nieuwe Opel Crossland X. Kijkt u mee? Nou, de Opel Crossland X is in 2017 op de markt en het is echt een populair model van Opel. Hij is leverbaar in verschillende uitvoeringen. Dan praten we over de Edition, de 120 jaar edition, Innovation en de Ultimate uitvoering. En ook in verschillende motoren. De 1.2 met 82 pk, de 1.2 turbo 110 pk en de 1.2 turbo 130 pk. En de middelste motor, de 110 pk, als ik kijk naar benzine, die is ook leverbaar bij mijn automaat. En die werkt zo. Nou, dit is dan de automaat van de Opel Crossland X. We gaan de auto eerst starten. We zitten momenteel in de Innovation uitvoering. Dit werkt met een keyless entry, dus die drukken we op start. En dan kunnen we eigenlijk hier mooi in het display zien waar in welke versnelling die staat. Als we rechtsboven kijken, dan zien we inderdaad dat hij nou in de P staat. De P is de parkeerstand, daar start je de auto mee en dan sluit je hem ook altijd mee af. En hier hebben we de automaat. Aan de zijkant van de automaat staat precies waar je hem in kunt doen. Ja, dus hij staat nou in de P. Als ik naar beneden wil, ga ik even naar rechts. Ik doe hem één keer naar beneden. Dan heb ik hem in de R staan en de achteruit. Deze auto is ook nog voorzien van een achteruitrijcamera. Die gaat er meteen ook aan. En ik kan in het display, kan ik daar zien dat hij in de achteruit staat. Gaan we nog even verder. Dan zitten we in de N, de neutraal. Nou, die gebruikt hem misschien in de wasstraat. Ja, dus in de vrije staat hij dan. En nog even verder naar beneden en dan gaan we naar de D van drive. En ook daarin kan ik heel mooi zien in het display waar hij in staat. Het is een 6-trapsautomaat. Dus dat geeft ook aan dat hij nou in de 1 staat. En de hele tijd, elke versnelling geeft hij dan ook aan waar hij dan in staat. En je kunt handmatig schakelen. Als je naar links toe schuift, naar de M van manual, kun je met de versnelling naar voren een versnelling of een versnelling terug. Heel handig is dat in de berg. Als we de auto weer afsluiten, gaan we weer terug naar de P en dan kunnen we zo de auto weer uitzetten. Nou, we zien steeds vaker dat mensen de automaat willen rijden en ook steeds vaker worden ze verkocht. Daarbij zijn nog twee belangrijke zaken die je goed moet onthouden, zodat er geen dingen verkeerd gaan. Daarbij is punt 1, doe niks met je linkervoet. En dus je linkervoet die kan mooi op het verhogingje daar linksonder zitten. Wanneer je wel met je linkervoet per ongeluk de rem indrukt, ja, dan zie je dat je een hardere noodstop maakt. Kan natuurlijk een keer gebeuren in het begin, maar ik zeg dat zo, na binnen tweede week, dan ben je er helemaal gewend en dan gebeurt er uiteraard niet weer. En het tweede aandachtspunt is dat je ook niet met je handen naar de versnellingspook hoeft. Het zal automatisch nog wel eens een keer gaan, omdat je natuurlijk altijd gewend bent om te gaan schakelen. Maar onthoud ook dat dat natuurlijk uiteraard niet nodig is. Dus die twee punten zou ik nog als extra aandacht willen geven. En wil je een keer een proefje maken, te kijken van nou is automaat, vind ik dat prettig? Dan ben je natuurlijk van harte welkom. Mijn naam is Hendrik Liewes. Ik hoop dat ik hiermee een leuke video en een leuke tips heb gegeven over het automaat rijden in de Opel Crossland X. Je kunt mij bereiken via de onderstaande gegevens. En ik zal elke vraag uiteraard beantwoorden. Of aan de Centurion Noord 133 in Roden. Nou, wil je meer video's zien? Kijk dan ons YouTube kanaal waar al onze video's op staan. En natuurlijk ben je ook van harte welkom om bij ons langs te komen. Ik wil jullie super bedanken voor het kijken. En wens nog een fijne dag.